In deze video wensen we uit te leggen hoe je een dubbel integraal kan beschrijven met poolcoördinaten. Normaal gezien integreer je bij een dubbel integraal een functie in twee variabelen x en y, maar soms loont het de moeite om over te gaan naar poolcoördinaten r en theta. Het verband tussen beide is dat x r cosinus theta is en y r sinus theta. De betekenis van die r is de afstand van jouw punt tot de oorsprong en de theta is de hoek met als eerste been de positieve x-as en als tweede been de halfrechte van de oorsprong naar je punt xy. We leggen het uit met een voorbeeldje. We nemen als onze functie sinus van wortel x² plus y² en een integratiegebied g dat beschreven wordt aan de hand van ongelijkheden. Wat moeten we dan doen om onze dubbelintegraal om te zetten naar poolcoördinaten? Eigenlijk zijn er drie dingen die we moeten doen. Je moet de integrand omvormen van een functie in xy naar een functie in r theta. Dat is eigenlijk het makkelijkste, want je vervangt gewoon x door de r cosinus theta en de y door de r sinus theta. Dus in ons voorbeeldje wordt de sinus wortel x kwadraat plus y kwadraat, na een beetje omvormen en op te merken dat de sinus kwadraat plus cosinus kwadraat van eender welke hoek 1 is, wordt dat gewoon de sinus van r. Het tweede stukje dat we moeten omvormen zijn de differentialen, de dx, dy. Dat wordt dr, dθ, maar daar komt een extra r bij. Dat is eigenlijk een beetje theoretisch. Het komt erop neer dat dat de determinant is van de Jacobiaan van de transformatie die we moeten doen. Laatste ding dat we moeten aanpassen is het integratiegebied g. We zullen op een of andere manier de grenzen moeten bepalen in functie van r en theta. Dat zullen we hier direct voordoen. Wat zijn de drie stapjes daar? Uiteraard een goede schets. Daarna moeten we de vergelijking van de randen van ons gebied omzetten in r en theta. Dan zijn we klaar om dat gebied op te schrijven als een normaal gebied, hetzij ten opzichte van de variabele r, hetzij ten opzichte van theta, door g op te delen in goede schijfjes. Bon, kijken we eerst naar het integratiegebied. Een eenvoudige manier is om eigenlijk voorwaarde per voorwaarde af te gaan en de punten die we niet willen weg te schrappen. Zo kijken we eerst naar de laatste voorwaarde. X² plus y² is 1, is een cirkel met straal 1. X² plus y² is 5, is een cirkel met vierkantswortel 5 als straal en we zien dat alle lichtgekleurde punten, dus buiten de buitenste cirkel en binnen de binnenste cirkel, niet tot G behoren. Resten ons dus enkel nog de punten die in het wit zijn aangeduid. Analoog kan je zeggen, de voorwaarde y is 0, dat schrapt alle punten waarvoor de y kleiner is dan 0. Dus enkel de bovenste helft van die witte ring blijft over. En tot slot de voorwaarde y is groter dan wortel 3 keer x. Opnieuw tekenen we de eerste grens. Y is wortel 3 keer x. En arceren we de punten die niet voldoen aan de voorwaarden. We blijven dus over met een stukje van een witte ring. Al de grenzen van dat integratiegebied moeten we dan eigenlijk omzetten naar vergelijkingen in r en theta. Bijvoorbeeld de cirkel met vergelijking x² plus y² is 5. Daar staat geen r en theta in. Maar we kunnen net zoals bij de integrant uiteraard de x vervangen door r cosinus, de y door r sinus. En dan krijgen we een mooie vergelijking. In ons geval kunnen we dat een beetje uitwerken en zien we dat r² is 5 een vergelijking is. Of r was een afstand, dus positief. R is vierkantswortel 5 is de vergelijking van diezelfde cirkel, maar dan enkel met r en theta beschreven. We doen nog één voorbeeldje voor. Een rechte, y is wortel 3x. Opnieuw, dezelfde manier. X vervangen, y vervangen door r cosinus en r sinus theta. Vereenvoudigen, dan krijgen we eigenlijk tangens theta is wortel 3. En dat kan je nog eenvoudiger schrijven als zeggen die theta moet ofwel pi op 3 zijn ofwel 4 pi op 3. Dat zijn eigenlijk twee halfrechten die samen de rechte vormen y is wortel 3x. Ook de andere grenzen van onze tekeningen kunnen op een analoge manier worden beschreven. We kijken even naar het eindresultaat. Zoals je ziet, dezelfde figuur. Maar we hebben nu onze cirkels. R is wortel 5 en r is 1. Onze halfrechte hier, theta is pi. Dat is deze negatieve x-as en dan de schuine rechte vanaan de oorsprong naar rechtsboven is theta is pi op 3. Vanaan de oorsprong naar linksonder heeft als vergelijking theta is 4 pi op 3. Goed, hoe berekenen we nu de concrete grenzen voor onze dubbel integraal? Wel, dan moeten we ons gebied proberen schrijven in een van de twee opgelegde vormen, namelijk een normaal gebied ten opzichte van r wil zeggen dat je eerst je
R-waarden van de punten in jouw gebied begrenst tussen twee vaste getallen A en B. En dan voor een vaste R gaat kijken of je de hoek theta ook kan begrenzen door eventueel functies phi 1 en phi 2 van R. Tweede toegelaten manier is een normaal gebied ten opzichte van theta. Dan ga je eerst theta tussen twee getallen C en D begrenzen om dan voor een vaste theta te kijken of je de R kan begrenzen tussen psi 1 en psi 2 functies van phi. Als dat lukt, dan kan je de dubbelintegraal concreet opschrijven. Goed, we zien ons gebied en we merken op, als we denken aan punten die eenzelfde R hebben, dan zijn dat punten met dezelfde afstand tot de oorsprong. Dus dat zijn allemaal concentrische cirkeltjes met als middelpunt die oorsprong. Op betekening hebben we dat in het licht grijs aangegeven. We komen pas punten tegen als R gelijk is aan 1. Dan komen we voor het eerst punten tegen uit ons integratiegebied G. Wordt R groter, dan komen we steeds punten tegen in ons integratiegebied tot R de waarde vierkantswortel 5 heeft. Voor grotere R hebben we opnieuw geen enkel punt meer in G. Dus we kunnen zeggen, die R zal zeker tussen 1 en wortel 5 liggen. Kunnen we voor een vaste R die theta dan begrenzen? Wel, een vaste R wil zeggen, wanneer we op zo'n concentrisch cirkeltje rondlopen, dan kan je op de tekening mooi zien dat eender welke concentrische cirkel we nemen, we enkel theta's nodig hebben die groter zijn dan pi op 3 en kleiner zijn dan pi. We kunnen dus besluiten, een goede beschrijving van G zijn de punten, ja, x, y, of dus R cosinus R sinus, waarbij de R waarden aanneemt tussen 1 en wortel 5 en tegelijkertijd die theta tussen pi op 3 en pi blijft liggen. Wanneer we deze beschrijving in de correcte vorm hebben opgeschreven, dan is het een klein kunstje om de dubbelintegraal weer te geven. Bij zo'n eerste vorm gaan we als laatste integreren naar r met de grenzen 1 wortel 5 en eerst integreren naar theta en we lezen opnieuw de grenzen af uit onze beschrijving pi op 3 en pi. Dus de dubbelintegraal van de opgave wordt deze dubbelintegraal en die kan je eenvoudig uitrekenen. Een tweede manier is om te kijken eerst naar theta. Opnieuw denken we aan punten die eenzelfde theta hebben. Wel, die vormen eigenlijk allemaal halfrechten met als grenspunt de oorsprong. Opnieuw hebben we zo'n heleboel halfrechten aangeduid op de tekening in het licht grijs. Eerst moeten we die theta begrenzen tussen twee waarden. Wel, we zien dat die theta tussen pi op 3 en pi moet liggen. En dan moeten we kijken voor elke halfrechte welke waarde van r we willen hebben. En eender welke halfrechte je neemt op de tekening, je wilt de r-waarden die groter zijn dan 1 en kleiner dan wortel 5. Dus onze beschrijving wordt opnieuw vrij eenvoudig en onze dubbelintegraal wordt nu, de buitenste integraal is naar theta, dus d theta buitenaan met de grenzen pi op 3 en pi. Dr hoort bij de binnenste integraal met grenzen 1 en wortel 5. Besluit, een functie van een dubbelintegraal in x en y kan je omzetten naar een dubbelintegraal met de klassieke poolcoördinaten. Je moet dan je functie omschrijven, jouw differentiaal omschrijven en het gebied kunnen schrijven als een normaal gebied ten opzichte van r of theta.